Dag, dames en heren. Ja, ik begin met een schitterende weerfoto gemaakt door Mirjam Wilkens uit Rotterdam, met daarop natuurlijk het reuzenrad bij de markthal. Wat een prachtig plaatje! Nou, het weerbeeld leent zich daarvoor de komende tijd om een rondje te gaan maken, want het blijft gewoon lekker droog. Het is fantastisch weer. Kortom, wat let u om daar eventjes lekker in te gaan zitten en de stad vanaf grotere hoogte te verkennen. Nou, als we kijken naar de komende nacht, hebben we te maken met brede opklaringen, overal droog. Temperaturen landinwaarts zo'n 2-3 graden. Ja, dichter langs de kust en op Goeree-Overvlakke een graad of 4 ongeveer. En de wind wijdmatig uit het noordoosten. Ja, en dan morgen overdag, de zaterdag. Nou, echt een beauty van de dag. Veel zonneschijn, overal droog. Temperaturen hoog uit een graad of 14. Maar door de matige aan zee vrij krachtige Noordoostenwind zal het wel frisser aanvoelen in de schaduw. Dus je moet echt wel een plekje opzoeken in de zon. Nou, zondag tijdelijk meer bewolking helaas. Wel droog. Een temperatuur van een graad of 14. Ja, en dan volgende week, beste kijkers, gaan we helemaal los met uh, de lente. Temperaturen gaan fors oplopen naar een graad of 18. En volop zon, ja, dat in combinatie met een afname van de wind, dat betekent dat we eindelijk zonder jas naar buiten kunnen. Nou, ik besluit met een foto die is ook genomen vanaf uh, het Reuzenrad bij de Markthal. Leuk plaatje, maakt u nu ook mooie weerfoto's de komende dagen. Stuur ze lekker in naar weerfoto@rijmond.nl. Ik wens u een fantastisch weekend toe, geniet van het mooie weer en heel graag tot maandag.